Het is gemakkelijk te zien, te oordelen en daarover te blijven kankeren. Het is nu het moment eigenlijk om te zeggen van kijk, we gaan die crisis aanwenden om te gaan kijken wat is er gebeurd, wie hebben gemist in het verhaal. Ga de confrontatie aan, ga het gesprek aan, kijk in de ogen van de ander. Terug tot dat besef te komen, je staat er niet alleen voor. Dat vind ik eigenlijk het krachtigste. Terug die verbinding zoeken met anderen. Durf op je bek gaan. Durf ook eens falen. Wees niet angstig, want je staat er niet alleen voor.